welkom bij een nieuwe aflevering van het programma Kennisgeving. Vandaag in de studio de minister van Natuurlijke Hulpbronnen, de heer Sergio Akinboto. Met hem gaan we praten over een aantal zaken die gerealiseerd zijn door het ministerie van NH, maar natuurlijk ook de actuele ontwikkelingen in Suriname. Heer minister, welkom in het programma Kennisgeving. Dank u wel. Het is uw eerste optreden in dit programma, moet ik zeggen. Ja, klopt. Nogmaals welkom. Minister, uw ministerie heeft in 2019 aardig wat werk verzet. En gelet op de beleidsgebieden die u hebt uiteengezet in een eerder gesprek. Hoe blikt u terug? Bent u tevreden? Nou, tevreden zijn we nog niet. We zijn dankbaar dat we met elkaar natuurlijk bijdrage hebben kunnen leveren. Ik ben aangetreden als minister in mei van het afgelopen jaar. En als we zouden nemen 2020 als einddatum, betekent dat maar ampertjes een jaar. En de afgelopen 5-6 maanden hebben we gekeken samen met het team. En de veelheid aan activiteiten hebben we op basis van de 3 beleidsgebieden van het ministerie, energie, water en mijnbouw, hebben wij een soort van fast track lijst gemaakt van de activiteiten van elk beleidsgebied. Hebben we 3 topprioriteiten gekozen en vastgehouden als leidraad om toch wel in korte tijd effectief slagen te maken om resultaten te boeken die wij beogen. Ja, om te beginnen, we pakken niet in de volgorde natuurlijk, maar energie als eerste poot. Ja. Er is aardig wat gebeurd, ja. Maar over het laatste, daar praten we nog over. En ja, dan bedoel ik de overname van de Stuwdam. Ja. Maar op het gebied van energie en dan denk ik ook aan elektrificatie is ja, er toch aardig wat geweest. Maar toch nog heb je burgers en soms terecht ook die vinden van ja, maar minister Mistraat in op verlichting. Ja. Is dat ook bekend bij u? Ja, natuurlijk is een ministerie overnemen, kort tijd bestek en begrijpen wat er gebeurt, neemt tijd in beslag. Zoals ik eerder zei, bij aantreden was ik ervan bewust. En daarom hebben we ook wel tijd eraan besteed samen met het team om een prioriteitenlijst te maken. En in het beleidsgebied energie hebben we 3 topprioriteiten vastgesteld op basis van de activiteiten, de projecten die we hebben gekeken, de begrotingen, de activiteiten die waren geïnitieerd door mijn voorgangers. Hebben we vastgesteld elektrificatie binnenland, we hebben vastgesteld straatverlichtingproject en derde was het finaliseren, invulling geven aan de Energieautoriteit Suriname, zodanig om ons energiesectorplan een uitvoering te brengen. Elektrificatie binnenland vanwege het feit, we kennen de situatie met het binnenland, brandstofvoorziening niet optimaal, generatoren die uitvallen, hebben wij gekeken met partijen en hebben een overzicht gemaakt van de mogelijkheid om hybride energie te introduceren in het binnenland. Het is begonnen al op Atjoni, Pokigrong, maar met wat schoonheidsfouten hebben wij geleerd, de ervaring die we hebben opgedaan als land, om met partners, buitenlandse partners, lokale bedrijven verder te gaan om binnenland te voorzien. Er waren lopende projecten die zijn opgepakt. Bijvoorbeeld, er was een voorbereiding voor financiering vanuit Creditline in India. Dat project wordt voorbereid. Er was een grant gegeven vanuit de IDB, IDB EU. UBS is daarmee bezig. We hebben toen met een bedrijf, Power China, hebben 2 van de grote dorpen gekozen als pilot om te werken met ze, om te zien wat ze kunnen leveren aan kwaliteit, aan eisen die we hebben gesteld om verder te gaan. Dus zo hebben we een overzicht. Ik heb hier een klein overzicht meegenomen van dorpen welke in kaart hebben gebracht. Ja. En met de potentiële partners, investeerderspartners, om deze op te pakken. We praten over de creditline van India, we praten over IDB EU-grant, we praten over IDB GEF-project. Deze twee zijn allemaal financiering. Opties die beschikbaar zijn voor landen die willen investeren in solarprojecten. Ook CARICOM, CDF, is er een optie, opportunity. We praten met, zoals ik zei, Power China. We praten met Belstar Investment Group. Belstar is de investeringsgroep die gelinkt is aan de koning van Ashanti, die hier is gekomen, die heeft aangegeven dat hij iets wil doen voor Suriname.
we werken ze, we kijken naar GWC, Contour Global. En zo zijn deze partijen, hebben we gesprekken gevoerd, een aantal voorwaarden kenbaar gemaakt van ze, kijk, neem een traject, werk het voor ons technisch, organiseer de financiering, want wij hebben nu geld om direct te betalen. Reken een financieel afspraak voor ons en dan willen we zeker met u in zee gaan. En toen hebben we gekeken naar het achterland, de dorpen in kaart gebracht en de gebieden verdeeld over welke we deze partners mee in zee willen gaan. Dus dat is één belangrijk punt, de elektrificatie. En terwijl we bezig zijn natuurlijk, moeten wel de dorpen nu al voorzien, want dit gaat niet morgen gebeuren. Ja. We zijn begonnen, maar de bedoeling is dat we doorgaan totdat we volledig binnenland hebben voorzien van het hybride systeem. Wat wel belangrijk is, we werken nu nog steeds vanuit de werkpoot vanuit natuurlijke hulpbronnen, dat is dienst elektrificatie, om te voorzien dat deze dorpen ook wel, terwijl we bezig zijn met de voorbereiding, wel kunnen we zeggen over adequaat stroomvoorziening. Dat is brandstof. Dat is brandstof. Okay. Gen worden vervangen, gen worden gereficeerd. En dat doet daar het regulier werk dat de IV-dienst elektrificatie mee bezig was. Daar hebben we straatverlichting als tweede prioriteit. Inderdaad, we waren een deel bij EBS en deel bij NH. Wat er is besloten is dat we dat ding samen gaan trekken. Op gaan trekken dat we vanuit één centrale punt, coördinatiepunt, dat ding gaan aanpakken. Er is een commissie ingesteld. Die commissie moet nog formeel worden benoemd. En al die aanvragen die komen van overal, die worden centraal geleid en in het systeem opgebracht. Er is een op uitnodiging een aanbesteding gehouden voor een aantal bedrijven die gaan leveren. En voor de laatste voorbereiding worden getroffen om de toewijzing te doen. Waarbij we de komende tijd zeker landelijk willen gaan om aan te pakken. We willen starten met een kleine hoeveelheid van minimaal 10.000 lampen en armaturen. Uh-huh. Om landelijk dit op te pakken. Er zijn wat uitdagingen, wat hiccups, maar ik denk dat met de partijen waar we met u hebben gedeeld, het gaat om een 6-7-tal bedrijven die hebben meegedaan en dat we allemaal een deel geven zodat het toch wel behapbaar blijft en uit te voeren blijft. Derde punt als energiebeleid is een stukje een energieautoriteit. Mm-hmm. De gesprekken hebben we gevoerd met onze raad van toezicht en nu werken we naar invulling van de directeurspositie, zodat die aan de slag kan gaan om de komende tijd alles dat is benoemd in de wet tot uitvoering te brengen. Er zijn wat op- en aanmerkingen over hoe dat in de praktijk moet werken, maar ik denk, let's begin, let's start. Laten we gewoon beginnen. De wet is goedgekeurd, het is daar. En laten we aanpassen. Er is niets dat je 100% goed kan starten. Maar als je niet begint en wacht dat het beter en goed wordt, dan ga je nog uitstellen. Dus laten we even alvast beginnen met wat we hebben. Ja. En dan modificeren we zodanig en pas aan de omstandigheden dat het goed weer aansluit op de realiteit. Het perfecte moment bestaat niet. Nee, bestaat gewoon niet. Bijschaven gedurende het traject, dat is het beste. Exactly. Even teruggaan naar het binnenlandminister, want u begrijpt het geduld van onze binnenlandbewoners die ze hebben. Heel veel geduld opgebracht al die jaren. De partners zijn wel happig om de projecten te financieren, zei u. Ja. Maar grof genomen, hoe lang duurt het om zo'n dorp te voorzien? Ik pak maar Guyaba als voorbeeld. Kijk, wat er is, een van de belangrijke conditievoorwaarden is om die data beschikbaar te hebben. Dus het traject van data verzamelen kan wat een tijdje duren. Maar afhankelijk van wat voorbereiding werk dat gedaan is, kan zo'n project, Guyaba, een pikje als voorbeeld te gebruiken, data was een jaar vooraf was het verzameld vanuit de IV. Mm-hmm. Dus het project, het moment van uitwerken van de technische informatie, de details, tot opstart heeft ongeveer 3 maanden geduurd voor die twee dorpen, omdat er de informatie als verzameld was. Als we kijken naar andere gebieden waar minder informatie beschikbaar is, dan moet dat gedeelte nog op gaan komen. En dat kan toch wel wat tijd in beslag nemen. Als ik praat over binnenland, dan heb ik het over zowel de dorpen, Sipaliwini, maar ook de inheemse dorpen vallen daaronder. Ja. Dat is wat wij voor het hele binnenland willen gaan kofferen. Ja. Straatverlichting heeft uw aandacht, wordt zeg maar, is al in proces. Ja, en energieautoriteit, daar,
u zegt eigenlijk, we moeten gewoon beginnen. Ja, ja. Ja, meer nog, met de laatste recente ontwikkeling moeten we sowieso dat onze energieautoriteit in place hebben. Mm-hmm. En u zegt, ik kom daarop later terug, maar dat van die dam ondergebracht bij staatsolie. De hele discussie rondom die ontwikkeling van de energiesector, de prijs, bewaking, de verdeling tussen opwekking en distributie. Ja. Al die zaken worden gecoverd met het opzetten van de sterke instituut die ervoor zal waken dat de naleving van de afspraken en ordening in die sector wordt gedaan. Ter hand wordt genomen. We komen later terug op het onderdeel energie. Ja. We hebben ook nog waterminister, want ook dat, we weten dat de Surinaamse waterleidingmaatschappij dag in dag uit zoekt om gebieden die niet zijn aangesloten of waren aangesloten op het waterleidingnet om die gebieden mee te nemen. Er was ooit sprake van het project te komen wijnen met de watergroep. Hoe loopt dat precies? Ja, de laatste rapportage welke ik van de directeur heb ontvangen is dat het project op schema is. En het ziet er heel goed uit. U heeft daar een belangrijk aspect aan de orde gesteld. Door de voortgang en de activiteiten waarmee we bezig zijn. Inderdaad is er een enorme achterstand. Je moet denken, de afgelopen jaren is er weinig geïnvesteerd. In onze distributie, ons netwerk, onze waterdienst, watervoorziening. We zien met de aantreden van deze directeur dat er dag en dag wordt gewerkt om het te verbeteren. Ja. Maar ook daar denken we dat we nog wat ruimte hebben om te verbeteren. Met de beperkte middelen wordt er toch wel aardig wat werk verzet. Voor het beleidsgebied water betreft hebben wij ook als prioriteit, op onze topprioriteitlijst, onze waterwetten aannemen, goedkeuren van onze behandeling, goedkeuren van onze waterwetten. Bij mijn aantreden was er al een voorwerk gedaan. Het bleek dus dat er nog een en ander moest worden bijgesteld in die wetten. We hebben ze teruggekregen. Binnenkort wordt gepresenteerd aan de Raad van Minister, zodat het de weg kan vervolgen via de gangbare procedure of weg langs de gangbare weg naar het parlement voor behandeling en goedkeuring. Dat is één belangrijk deel. Wat we de mensen zijn toegedaan dat je goede waterbronnen hebt. Voorraad, kwaliteit, waterbronnen, maar dat je toch wel een stukje ordening moet brengen erin. Want op een gegeven moment, als er geen structuur erin is, ga je helemaal de klus kwijtraken. Want Suriname, we zijn qua waterbronnen, qua kwaliteit water, toch wel tot de top, binnen de top 10 in de wereld. Als ik meen heb, moeten we op de 6e plaats zitten. Als we kijken naar fresh water per capita. Dat is een zaak dat je niet uit zichzelf op lang termijn kan laten ordenen. Er moeten wetten komen. Ik vind het belangrijk om van daaruit een stukje ordening te brengen. Een van de tweede prioriteit is met betrekking tot water, is een stukje van dienstwatervoorziening SWM bij elkaar brengen. Er zijn wat technische personele zaken die aandacht behoeven en daar is er een commissie geïnstalleerd die uitgebreid rapportage heeft gedaan, waarbij het is duidelijk is geworden hoe zullen we omgaan met het overbrengen van personeel, om toch wel dat mensen niet broedeloos worden gemaakt vanwege een positieve verandering dat teweeg moet worden gebracht. We zijn begonnen daarmee, we proberen dat samen met SWM landelijk dezelfde kwaliteit drinkwater wordt geleverd als in Paramaribo districten en de districten en in het achterland. Dus het is een proces dat loopt, nog wat kleine dingen die bijgesteld moeten worden, maar eens van de prioriteiten die we willen afwikkelen. En natuurlijk als apart onderdeel drinkwatervoorziening in het achterland. Er zijn dorpen die jaren drinkwater hebben moeten ontberen. En waarmee we nu bezig zijn, ook met buitenlandse investeerders, maar ook bedrijven die vanuit een programma een bijdrage willen leveren. Zo kan ik specifiek noemen dat dorpen rondom Dampaard en omgeving. Er is een Belgische groep die een technologie heeft ontwikkeld. En bij het uittesten van hun technologie, van hun design, van hun ontwerpen, innovatief, hoe zou ik het noemen, equipment, dat ze ergens in een land met financiering van de regering mogen gaan introduceren. En daarvoor hebben ze Suriname gekozen. Het is al bewezen in Afrika. En daarvoor hebben ze Suriname gekozen om oppervlaktewater middels een op solar aangedreven systeem
te zuiveren voor de dorpen. En daarmee zijn we in het vergevorderde stadium. Mm. En ja. ook op dat stuk, wilt u zich niet wagen aan een termijn wanneer dit allemaal ja, met wat stagnaties. En okay. Kijk, de timeline die we maken zijn realistisch, maar soms zijn er kleine dingen die okay. echt vertraag kunnen lopen. Maar we streven dan naar om maart dit project geïmplementeerd te hebben. Oké. Okay. En dan even een stapje terug naar energie, minister. Ja. Zeer actueel is de overname van de Afobakastuwedam. Kunt u ons aangeven wat het directe gevolg is voor Suriname, deze geweldige ontwikkeling, zeg maar? Nou, de overname van de dam heeft op de eerste plaats levert een besparing op. Maandelijks vanwege afspraken die toen zijn gemaakt, moesten wij geld ophoesten dat we niet eens hadden om stroomrekening te betalen bij Suralco. Dat bedrag is wat wij in één keer hebben moeten betalen aan Suralco. Dus het betekent dat wij op maandbasis die 5 tot soms 7 miljoen dollar dat we moesten ophoesten om te betalen, dat niet meer hoeft. Het kan aangewend worden voor andere ontwikkelingsdoeleinden. Het tweede betekent dat je beheer hebt over de grootste source voor jouw energie in het land. En elk land in de wereld die in de positie zit, die streven naar om onafhankelijk te zijn in hun energiesector. En dat is een heel erg belangrijke stap, het is een heel erg belangrijke voorwaarde om van die gedachte, die nationale discussie, lange termijn planning en visie erop los te laten, waarbij je rekening natuurlijk houdt met de omstandigheden dat je één energie opwekt vanuit een power hydrodam, dat je energie wordt opgewekt thermisch met het gebruik van dieselfuel brandstof. En dat je zeker ook wel kijkt naar de renewable opties waarbij energie of door zon, wind of water wordt opgewekt. En daarvoor moet je dan, en daarvan belang ook, daar is van belang, daar komt weer een rol voor onze autoriteit, dat je die zaken goed in evenwicht moet brengen, zodat je optimaal, gegarandeerd, betaalbaar, toegankelijk energie kan leveren voor de ontwikkeling van jouw land. In het verlengde daarvan, minister, de samenleving stelt de vraag ook, mogen we een goedkopere stroomprijs verwachten? Nou, dat zou ik niet nu op het moment roepen. Het goedkope prijs nu, aan de gegeven omstandigheden, betekent dat de staat meer gaat subsidiëren. Want wat er nu gebeurt met de prijs, jaarlijks, als ik het goed heb, wordt als ik het beter heb, wordt het al bijna 1,5 miljard SRD gesubsidieerde energie. En de prijs verder omlaag brengen betekent verhoging van de subsidie van de staat. Wat wel, waar we naar wel moeten gaan kijken is, wat is de prijs die we gaan bepalen voor iedereen, maar conform. En daadwerkelijk nagaan zij die subsidie nodig hebben en daadwerkelijk subject subsidie gaan doen en dat we niet iedereen gaan subsidiëren. Er hoeft niet voor een minister van natuurlijke hulpbronnen gesubsidieerd worden. Er zijn anderen in de samenlevingen die dat niet kunnen permitteren en dat die mensen wel toch wel in aanmerking daarvoor komen. Maar dit is nu niet aan de orde. Het is zoals het is. Het wordt niet verhoogd, het wordt niet verlaagd, totdat we helemaal eruit komen en op een transparante en goed onderbouwde wijze van aanpak dat goed wordt meegedeeld in de samenleving. En ik denk dat, nou, natuurlijk zullen mensen klagen altijd, maar wanneer het duidelijk is waarom wel het zo moet, dat we wel, als het zover is, dan die bevolking zover moeten krijgen. Nu is het beheer in Surinaamse handen, staatsolie. Ja. Misschien kunt u ons duidelijker uitleggen, is er afgesproken met de vorige eigenaar dat zij nog wat assistentie verlenen of zijn de mensen van staatsolie al helemaal voorbereid hierop? Nou, dat is aangeboden. Okay. Dat is aangeboden toen door Suralco. En het is op to us om de keuzes te maken. Mm-hmm. Willen we nog een beroep doen op staatsolie? Wat we niet moeten vergeten, is dat die dam niet door de mensen van in Pittsburgh is gedraaid. Zij hadden natuurlijk leiding erover, ja. Maar ze zijn de strandamangs van ons die daar de afgelopen jaren de dam draaiende hebben gehouden. En die strandamangs zijn er nog steeds. Dat was een van de belangrijke voorwaarden waarom het onder een bestaande entiteit willen brengen. Omdat ze voor om deze mensen te behouden, die vinden elders makkelijk een baan, moet je ze toch wel kunnen compenseren op de wijze wat ze verwachten en het werk dat ze doen.
Eén, twee, ik meen dat als je een dam overneemt, iets dat een toch wel een high maintenance vraagt en toch wel een bepaalde deskundigheid vraagt, dat het zaak is dat je toch wel al deze afspraken die er zijn qua maintenance, de afspraken die er zijn qua op tijd, servicebeurt, grote investeringen, dat die zaken meegenomen worden. Dat is conform gebeurd, één op één. Zelfs Staatsolie is zelf veel verder gegaan om te praten met de bedrijven waar Sudalco hun onderdelen kochten. Dus het is kort. Het is natuurlijk dan een technisch ding, dat je niet gewoon zomaar uit het hoofd opstaan en een dam overnemen. Dat je toch wel rekening mee dat die continuïteit gegarandeerd, veiligheid gegarandeerd blijft. Dus dat is zo gebeurd. Dus eigenlijk hebben onze eigen mensen best wel verstand hierover. Ja, definitely. Okay. Ik onderschat dat niet. Okay. En waar nodig kan je wereldwijd iemand anders aantrekken om te doen zijn bedrijven die erin gespecialiseerd zijn. Oké. En dan het gesprek van de dag, minister. Ja. De oliefonds. Ja. Dit heeft de samenleving natuurlijk de hele tijd bezig gehouden. Positief nieuws natuurlijk. Concreet, er is een put gevonden met winbare olie, ja. Zeg ik het goed? Ja, economische winbare olie. Economische winbare olie. Ja. Wat betekent deze ontwikkeling voor Suriname, concreet? Nou, positief op de eerste plaats dat Suriname op een positieve manier in die sector, in de oil- en gasindustrie, nog meer op de wereldkaart is geplaatst. We hebben het gedaan op ietsje kleine schaal de afgelopen jaren. Zelfstandig in partnership, maar met de offshore fondsen waar de wereld al een poos bewust van is vanwege de ontwikkeling in onze buurland. Dat nu waar is, het is bevestigd en dat investeerders natuurlijk hun focus meer zullen shiften naar Suriname omdat, vanwege de fonds. Maar zeker voor natie en ontwikkeling is dat toch wel een bijzonder grote mijlpaal. Ik had het daarnet over die verzelfstandiging in de energiesector. Olie is gelijk aan energie, want je gebruikt het daarvoor ook, voornamelijk ook. En het betekent dan dat we nog meer mogelijkheden hebben en dat we nu meer dan ooit, het is een paar keren gezegd, moeten gaan nadenken hoe wij hiermee zullen omgaan, dat het daadwerkelijk ten voordele komt van de totale ontwikkeling van Suriname. Is het al duidelijk om hoeveel olie het gaat? Nee, dat is nog niet vastgesteld. Dat proces duurt ietsje langer. Maar genoeg om te praten van een significant, wat waren de juiste woorden, grootschalig fonds. maar dat moet nog vastgesteld worden. Maar dat zal nog zeker tijd nemen, omdat wat andere boringen gedaan zullen worden om werkelijk vast te stellen wat de reserve is. Maar het is zichtbaar genoeg om daarover te juichen. Ja, intussen hebben wij van Apache en Total begrepen dat eigenlijk de vooruitzichten voor bij de volgende put hoopgevend zijn. Ja. Dat is het. Als je de ene hebt gedaan, dan geeft het nog meer richting om gericht te gaan zoeken. En het idee, de geologen, de deskundigen, die hadden een indicatie waar, alleen moest er nog bewijs geleverd worden. Ja. Nu er olie is gevonden, u legde uit in een voorgesprek dat je eigenlijk 2-3 stappen verder nog doorgaat, eigenlijk ter bevestiging. Maar binnen hoeveel tijd, minister, mag de samenleving zeggen van, we genieten van de inkomsten? Nou, of laat me het anders zeggen, binnen hoeveel tijd kunnen we overgaan tot de productie? Ja, dat zal natuurlijk afhangen van een aantal activiteiten die je als oliemaatschappij nog zeker in acht moet nemen. Gemiddeld is dat na een ontdekking 2-3 jaar, soms 4 jaar kan het duren om die olie te pompen. Afhankelijk van die omstandigheden die er zijn en de stappen die gaan maken. In Guyana weten we dat het versnel is gebeurd vanwege een advanced technologie heb ik later gelezen welke de maatschappij daar heeft toegepast. Dus voor Suriname kan het nog even duren, maar ik denk zeker wel dat het feit dat het nog even kan duren, juist ons nog meer ruimte biedt om de activiteiten of de voorbereiding die we hebben getroffen afzonderlijk dat één geheel moeten gaan brengen. We zijn voorbereid, maar er zijn nog een aantal zaken die wij nog verder moeten afwikkelen voordat de oliegelden naar binnen stromen en dat we dan pas gaan werken. Vanuit Staatsolie zijn een heleboel voorzieningen getroffen.
vanuit de regering met het instellen van de goedkeuren van wetten. Maar zeker ook wel voor de toekomst, hoe ga je dat geheel in een andere instituut brengen, ja, om ervoor zorg te dragen dat vanuit die sterke sturing, centrale sturing, onafhankelijke sturing, dat daadwerkelijk de dingen gebeuren, welke moeten gebeuren, dat de opbrengsten vanuit onze olie, onze oliefonds, onze oliemijnactiviteiten, dat die daadwerkelijk adequaat worden ingezet. Er zijn modellen in de wereld, we hoeven het wiel niet opnieuw uit te vinden. Je kan een soeverein fonds opzetten waarbij je geld zet en dat verder gaat beleggen en uit die winsten gaan dan verder mee herinvesteringen doen. Zal die fonds enige invloed hebben op onze prijs? Goedkopere prijs aan de pomp? Nou, dat is natuurlijk dat die samenleving wil weten. Ja. Kijk, het zijn keuzes die je maakt. Waarschijnlijk moeten we niet denken in de sens van goedkoop olie in sommige landen. Die kan een averechtse werking hebben. Mm-hmm. Maar ik denk wel toch wel dat het hoeft niet full commercial price gedraaid te worden. Maar dat zijn lange termijn zaken die je kan uitspraak over kan doen wanneer je hebt vastgesteld hoeveel haal je eruit. Wat zijn je verplichtingen? Want daar gaat het uiteindelijk om. Dat geld dat je verdient door verkoop van olie, besteed je ergens anders. En als je dat kan opvangen met andere inkomsten, dan is het wel de moeite waard voor de regering om naar te kijken als olie goedkoop kan worden. Hoe goedkoop, dat kan ik ook geen uitspraak over doen nu, maar zeker wel op een niveau dat het verantwoord blijft, ja, dat je geen andere zaken krijgt waarbij goedkope olie uit Suriname wordt gesmokkeld en toch in andere landen wordt verkocht. Want als je olie goedkoper is, heb je een ander risico dat het wordt weggesmokkeld. Als je olie goedkoop is, heb je een ander risico dat je niet veel genoeg inkomsten hebt om andere sectoren te investeren. Dus we moeten ons tijd nemen. We hebben heel veel werk om deze zaken die in voorbereidingfase zijn, toch wel verder uit te werken en dan invoering aan te geven. Ja. Wat ik me ook afvraag, minister, we hebben al olie onshore. Er is nu wat bijgevonden, ja, heel wat, zeg maar. De raffinaderij van onze staatsolie is wel in staat om, zeg maar, zoveel te verwerken als de vraag zich aandient. Helaas is dat niet het geval. Technisch gezien, het is op basis van de informatie die ik heb meegekregen, is dat de raffinaderij berekend is voor een bepaalde capaciteit. Okay. En dat wordt bijna optimaal benut. Daarnaast is ook wel gemaakt voor een bepaalde olie. En de onshore olie verschilt toch wel van de olie dat gevonden is offshore. Dus dat is weer een ander discussiepunt. Mm-hmm. Maar natuurlijk de meningen zijn verdeeld over die keuzes die we gaan maken. Willen we olie nu in deze fase verwerken? Moeten we deel zijn van de productie? En dat zijn de details, de fijne dingen waar we goed moeten zitten en niet gewoon uit het hoofd, maar door berekening, door argumenten gaan beoordelen en zeggen deze richting gaan we naartoe. Ik denk de deskundigheid die bij staatsolie is aangevuld door dus externe deskundigen, dat die input vandaar heel erg belangrijk is om de juiste beslissing te nemen als land, als regering, om daarover verder invoering aan te geven. Heeft u al felicitaties gehad uit het buitenland? Ja, nogal aardig wat. Okay. Positief. En men wil al zaken doen? Nee, dat is nog niet zo aangegeven. Ja. Maar het heeft zich ook wel al vertaald. De meeste blokken in ons offshore gebied die zijn al uitgegeven aan partijen. Dus het zal nu meer gaan welke partij wil nu samen met de huidige partners een deal aangaan. Ja, wij hebben een hele poos gesproken, minister, over de oliefonds. Een onderwerp dat ons nog een aantal dagen bezig zal houden. Ja, zeker. Ja. Maar op het gebied, jaren. Precies. Maar op het gebied van de mijnbouw, daar zou u nog wat aan toevoegen. Ja, beleidsgebied mijnbouw, daar hebben we ook naar gekeken afgelopen periode. En we hebben ook daar prioriteiten gesteld. Ons EITI-rapport staat voor Extractive Industry Transparency Initiative. Een jaar terug waren we op rood gezet
En van wie het niet lief van ons rapportage. Dat heeft te maken met het stukje transparantie binnen de mijnbouwsector. Het is een internationale organisatie waar je lid van bent en die op jaarbasis van jou vraagt om bepaalde rapportage te doen over de middelen die je verdient in de extractive industry en die mijnbouwsector. En daar hebben we dit jaar op tijd onze 2017 rapport op tijd kunnen leveren. Het is een proces, het is dat gewennen aan transparantie, het is wennen nog op tijd informatie krijgen van alle organisaties in het land betrokken in die sector. Maar het team dat daar is, multi-stakeholders groep, dat daarvoor verantwoordelijk is, heeft een goede job gedaan. En we mogen vertellen dat we onze 2017 rapport deadline van 31 december hebben gehaald. Waarom dit zo belangrijk is, ook hierna kijken investeerders. Ja. Wat is jouw beleid? Hoe transparant ben je? Wat voor wetgeving heb je? Ben je lid van welke organisatie, zodat ze nog meer kunnen komen investeren? Dus het is heel erg belangrijk dat we dat ook goed vasthouden. Verder als tweede prioriteit onder mijnbouw is het opzetten van onze Delfstoffeninstituut. Is iets waar we jaren over wordt gesproken. Zoals ik eerder aangaf, je hebt nodig wetten. Maar niet alleen wetten, heb je daarna ook instituten die erop toeziet van naleving van die wetten en waar nodig sanctioneren en rewarden en sanctioneren. En dat is een van de zaken waar we naar kijken. Er zijn twee externe partijen aangetrokken, ja, Suriname, buiten het ministerie, niet buiten het buitenland, waarbij met financiering van de Wereldbank wij het proces hebben ingezet voor het opzetten van het Delfstoffeninstituut. En dat is toch wel heel erg belangrijk. In het traject hebben we ook meegenomen drie zaken. De hervormingen bij GMD, dat GMD toch wel een moderne en laten we zeggen, een representatief organisatie wordt. Die databeheer, digitaal toegankelijk is, overzichtelijk is, transparant is voor mensen om te weten hoe vraag je concessie aan, van wie is een bepaalde concessie, wat is de productie op die concessie. Dat sluit ook goed aan op onze EITI-verplichting. Er is al een website voor, hè? Ja, we hebben al een website gelaunched, maar dat is slechts voor aanvragen van mijnbouwrechten. Okay. Het bedoeling is dat we alles bijeen gaan brengen. Het tweede is het ontwikkelen van een standaard mineral agreement. Dat is een mijnbouwovereenkomst waarbij je op front aan investeren kan aangeven, dit is wat wij verwachten in Suriname als je wil komen investeren. Wat wij de afgelopen jaren hebben gehad, dat we opnieuw elke onderhandeling van grote bedrijven die komen ter hand moeten nemen. Met de twee bedrijven die we nu hebben in die goudmijn, kunnen we een soort van verzameling maken van die twee afspraken en een keuze maken van dit zijn de dingen. Als je naar Suriname komt, investeer, je klikt op een website, zo ziet onze standaard mineral agreement uit, dan komt u om te onderhandelen. Dat zijn er zaken waarover we kunnen praten. Dat vermakkelijk het proces. Het is open, het is duidelijk. En mensen weten, als je weet dat, als iemand komt, dan weet je dat die persoon wil investeren, want die heeft gelezen al op onze website wat we verwachten. En een van de zaken dat we ook hebben meegenomen is aanpassing van onze mijnbouwwet, onze huidige mijnbouwdecreet. Er zijn voorstellen gedaan in het verleden. We proberen van die voorstellen die zijn gemaakt één voorstel te maken. In principe de zaken die ik nu doe, de wet voor het opzetten van het Delfstoffeninstituut en aangepaste mijnbouwwet, die heb ik afgelopen week gehad van de deskundigen in Drijf. Nu gaan we erover praten, input krijgen van relevante stakeholders, een brede discussie vormen en dan goedkeuren, natuurlijk de normale weg, voor goedkeuring sturen naar het parlement. Dat zijn zaken die toch wel belangrijk zijn om die mijnbouwsector te ontwikkelen. Daarmee ga je reguleren, daarmee kan je adviezen uitbrengen, daarmee kan je investeerders uitnodigen. En natuurlijk hebben we een aantal uitdagingen in die kleinschalige mijnbouwsector, maar nog steeds geloof ik erin dat je die sector pas kan ordenen wanneer je houvast hebt, wanneer je een sterke instituut hebt, die erop toeziet dat ongeacht wie dan ook deelneemt in het proces, dat ze voldoen aan wet en regelgeving. En als derde prioriteit van het mijnbouwbeleid was de Alcoa-deal, maar dat is inmiddels al afgevinkt. Ja, en uitgebreid besproken. Ja, nou, minister, tot slot, uw ministerie moet eigenlijk geld binnenbrengen voor Suriname. Absoluut. Als we kijken naar de toekomst, wat zegt u aan het eind van dit interview? Ja, als we kijken naar de toekomst, ben ik positief en hoopvol gestemd. Olie ligt daar, want het kan alleen maar meer worden. Ja. Wat vandaag gebeurd is in ons land, betekent dat het anders is voor Suriname. Suriname de wereld, het is anders dan wat we afgelopen periode hebben gehad. Zeker nog als ik kijk naar de potentie, naar de gebieden die zeker nog exploratieactiviteiten moeten plaatsvinden. Suriname is een, wat men vaak zegt, een zekerland
We hebben enorm veel potentie. Wat we moeten doen is de investeringen aantrekken, de exploratieprogramma uitvoeren. Maar zeker ook wel wat we niet moeten onderschatten, meer investeren in het menselijk kapitaal. Onze mensen, goed opgeleide mensen, sectorkennis bijbrengen, zodat ze weten waarop ze praten, maar ook dat ze ook wel een baan kunnen vinden. Ik denk met wat we hebben dat we genoeg hebben voor iedereen en er blijft nog over om het land te ontwikkelen. Je kan het ook omkeren, het land ontwikkelen en er blijft nog over voor iedereen. Ja. Hoe je het maar wil. Maar wat we moeten doen, we moeten beleid maken vanaf nu. Vaststellen welke richting we gaan, wat er al is. En dat er geen beleid is, maar ik bedoel aan te geven dat een aantal dingen goed follow-up moeten krijgen. De president heeft vandaag gezegd, we moeten meer gaan focussen op follow-up geven aan initiatieven. Dat is een van onze zwakten en terecht ook. We moeten ernaar kijken en kijken hoe wij met z'n allen, dat we zeggen dat als we dit gaan afmaken en wordt opgepakt, laten we het brengen waar het moet zijn. En niet wanneer het daar is dat het voor mooi is op papier, maar dat er daadwerkelijk effectief invulling aan wordt gegeven. En ik denk als we met z'n allen ons daaraan committeren, dat hebben we een very, very bright toekomst. Dank u wel, minister. En ja. Succes verder met uw nogal zware job. Ja, graag gedaan. Dank u wel. Dat was het, beste kijkers, deze aflevering van Kennisgeving. Wij hadden als gast de minister van Natuurlijke Hulpbronnen, de heer Sergio Akinboto. En met hem hebben we van gedachten gewisseld over het beleid van zijn ministerie, maar natuurlijk ook enkele actuele zaken. Bedankt, dit was Kennisgeving.